Ja, kijk, als je afgestudeerd bent, hè, dan heb je bewezen op een bepaald niveau te kunnen denken. Hè, dat je een bepaalde slimheid hebt. Hè, dus jullie zijn slim. Ervan uitgaan dat je allemaal je studie uit afmaakt. Dus dan op een gegeven moment kan je op een bepaalde manier kan je problemen oplossen. Je hebt je gespecialiseerd in bepaalde richtingen, ongeacht of het nou lucht- en ruimtevaart of wiskunde of natuurkunde, of scheikunde, wat er dan ook is. Dus dat is een heel goed beginpunt. Maar wat je nog niet hebt, is allerlei kantooretiketten, werkervaring, dingen in verschillende omgevingen gezien. En je hebt natuurlijk een hoog IQ, maar niet per se een hoog zeg maar, EQ, hè, emotionele vaardigheden. Ja. En snappen hoe het bij een bedrijf werkt, politiek gezien en dat soort zaken. Mensen zeggen dat tegen mij, van nou, dat is dus een mislukking. En het is, dat is een fout die je gemaakt hebt. Maar uiteindelijk is het wel de werkervaring waar ik nog het meest aan refereer, voor mezelf in ieder geval, als het gaat om dingen die ik daar gezien heb en die ik daar geleerd heb. Dus ja, op dat moment misschien niet heel handig. Achteraf ben ik super blij dat ik het gedaan heb. Die ervaring toch gehad hebt. Ja, want weet je, ja. Je doet een bepaalde ervaring op die ik niet anders had kunnen leren. Ja. Ja. Het probleem wat ik wel zie in IT en wat ook een beetje aan het versnellen is, lijkt het wel, de laatste jaren, is dat er eigenlijk steeds vaker nieuwe rollen ontstaan. Dus eigenlijk denk ik dat minstens de helft van jullie wordt opgeleid voor rollen die vandaag nog niet bestaan. Dus ik zou je ook aanbevelen om niet te veel drie of vier banen vooruit te willen kijken. Want ja, ik zie nu, hè, waar we bijvoorbeeld 10 jaar geleden ineens over service delivery managers in IT heb ik het dan eventjes hebben. En toen over architecten en nu hebben we het over data-analysten. En, dus er komen allerlei rollen bij die eigenlijk niet bestonden. En zeker nu we dingen uit cloud en big data en dat soort dingen. Ja. Daar zitten allerlei banen. Analytisch en complexe banen. Die eigenlijk nog aan het ontstaan zijn. Waar we mensen nodig hebben die daar mee om kunnen gaan. Ja. Ja. Nee. Ik denk ook dat als je 100 of misschien 1000 CXO's vraagt, hè, of Chief Procurement Officer is, of Chief Executive Officer, of wie dan niet. Ik denk dat als je een hele grote populatie van die mensen vraagt en zegt van, toen jij van school afkwam, was jij toen van plan om CIO te worden, of CEO, of wat dan ook, het merendeel nee zegt. Dat ze echt niet van plan waren om te zeggen van, nou ja, weet je, ik wil nou echt helemaal boven aan de piramide van mijn vak komen. De routekaart ligt niet vast. Die lui die hebben allemaal, en er zijn ook wel wat boekjes over. Ik heb laatst een heel leuk boekje gelezen, No Guts, No Story. Waar ze 30 man hebben geïnterviewd. En dat waren dan CPO's. En geen enkel van die 30, die ging vanaf het begin proberen om in die rol te komen. Het zijn allemaal gewoon lui die enthousiastelingen. Die iets gaaf vonden, die er gewoon helemaal voor gingen. Die dan op een gegeven moment na 3, 4 jaar iets anders tegenkwamen. En niet helemaal willekeurig natuurlijk. Hè, maar een deel heeft ook te maken met toevallen, wat er op je pad komt. En van de 5 kansen laat je er misschien 3 gaan en eentje pak je wel. Ja, en een ander die pakt net weer een ander. Dus uiteindelijk probeer je natuurlijk ook sterke teams om je heen te verzamelen. Hè. En dat heb ik in ieder geval in die tijd in Texas heel erg geleerd. Die vent waar ik net over had, Rory, die had op een gegeven moment een team om zich heen. En die leiden waren allemaal keigoed. En daar was ik er ook bij. Maar die waren echt allemaal keigoed. En hij was zelf goed. Maar eigenlijk was hetgene waar hij het beste was goede mensen uitzoeken. Ja, dat was want ja. van die, ik denk we waren toen met z'n 7 of zo. Van die 7 zijn er 2 die hebben echt, zijn daarna een heel andere carrière gegaan. En die andere 5, die zijn alle 5 CIO geworden. Ik denk ook dat veel meer is de omgevingen waarin we terechtkomen. Hè. Ik bedoel, mijn vader, die is begon op zijn 16e een job. En die ging op zijn 56e, 40 jaar later, met pensioen, in die job. Niet eens bij dezelfde werkgever in een andere job. In diezelfde job. Die heeft voor 40 jaar hetzelfde gedaan. En die was daar ook al heel goed in. Dat heb ik gehoord van zijn collega's. Maar weet je, ja, en weet je, ik en hij helpt wel andere mensen, nou ja, om dat maar even te zeggen, of voor mijn generatie, die worden al een beetje nerveus als ze 6, 7 jaar in dezelfde job zitten of iets hetzelfde doen. En
wat je ziet is dat enerzijds ook een beetje door de nood gedwongen, hè, dat je veel meer mensen ZZP'ers zien worden, in allerlei netwerkverbanden samen zien werken, tijdelijk, en dan weer op een gegeven moment weer doorstromen en weer terugkomen, et cetera. Dat veel, veel losser en veel, veel losser wordt. Ja. En op zich, ja, misschien moeten we daar proberen, moet je niet te veel vasthouden aan een soort schijnzekerheid. Ik vind het leuk om iets te doen, maar je wil eigenlijk niet echt op cruise control raken. Nee, hè? Dat je iedere dag naar je werk gaat en zegt van, weet je, dit is nou het vierde seizoen waar we weer in november de budgetten gaan doen en de performance reviews en dit en dat. En dan starten we weer een paar projecten op en die gaan we dan in stuurgroepen zitten en minutes en al dat soort. En dan op een gegeven moment dan wil je jezelf ook wel weer verder ontwikkelen. En ik denk ook dat het in ieder geval voor jezelf, maar ook voor het bedrijf wel goed is. Als je een tijdje in een rol zit, dat weer eens iemand is die er weer eens met een frisse blik naar kijkt. Die weer eens een ander oogpunt heeft. Niet per se goed of slecht, hè, maar gewoon weer eens anders zegt. Als, ik vind dat belangrijk of ik denk dat dat goed is. En op het moment dat je nog steeds heel erg betrokken probeert te raken, te zijn op een gedetailleerd niveau met hoe mensen dingen doen, Dan reik je dus eigenlijk over één of twee of drie lagen managers heen. En die staan er allebei of alle drie zoiets van, maar mijn hoogste baas, die praat met hem. En wat doe ik hier nou nog, weet je wel? Dus je ontkracht je organisatie ontzettend door zelf toch nog dat te willen doen. Maar wat je wel, dus het zijn natuurlijk toch wel, ik bedoel, het is wel mijn vak, hè, dus ik vind het wel leuk. Amerikaanse bedrijven die zitten echt heel strak in elkaar. En dus eigenlijk is dit gewoon weer terug naar het eerste punt, cultuur, hè. Die bedrijven waar ik in Amerika heb gewerkt, die zaten gewoon heel, heel zakelijk in elkaar. De mensen werken hard, maken lange dagen. Is dat echt anders dan hier? Ja, ik vind ze echt wel hard werken, hoor. Echt, en het is niet zo dat ze dan daardoor minder effectief of wat dan ook. Er wordt echt gewoon hard en goed gewerkt. Maar op een gegeven moment is er dan wel iemand de baas, een CIO of misschien de hoogste van het bedrijf, een CEO. En dan op een gegeven moment ga je processen door waar bijvoorbeeld beslissingen gemaakt moesten worden. En dan, voor's en tegen's en weet ik veel, desnoods gaan groepjes zich erover buigen, komen er aanbevelingen toe. Op een gegeven moment wordt een beslissing genomen en dan is er iemand die slaat de vuist op tafel en zegt, oké, jongens, we gaan met z'n allen linksaf. Zo gaan we het doen. En dan gaan we het zo doen. En dan moet je niet rechtsaf gaan. Ja, je kan wel rechtsaf, maar dan ben je wel alleen. Want zo gaan we het doen. En ik merk hier, vooral in het begin toen ik kwam, dat er toch veel meer dingen waren nog steeds wel van bespreekbaar, zeg maar. Hè? Ja. Dus dit is wel besloten. Maar een beetje rechts is ook linksaf. Dat wordt zo demonstratief voor de stapeltje papier is een stukje weggeschoven. Maar voor ons, wij zijn natuurlijk anders. Hè? En we moeten eerst nog dit doen en dat. En dan over een jaar gaan we eens kijken of eventueel